café Marcus Antonius werd vrijdagavond het 10-jarig bestaan van een Nijmeegse transgendergroep gevierd. Vanuit heel Nederland kwamen mensen naar Nijmegen om het jubileum bij te wonen. Verschillende mensen werden bedankt voor hun bijdrage van de afgelopen jaren. En voor de rest van de avond zijn een aantal muziekgroepen en DJ's uitgenodigd. En wordt er gediscussieerd over zaken waar transgenders tegenaan lopen.